Dit zijn de enige beelden van de doop van prinses Juliana in 1909. Koetsen die af- en aanrijden, wat leidt tot een kleine botsing. Er zijn geen beelden van in de kerk. Juliana wordt gedoopt in de Willemskerk in Den Haag. Die bestaat nu niet meer. Na 1880 en 1909 vindt nu weer voor het eerst in de residentie de doop van een oranjeteller plaats. Het is 1938. Prinses Beatrix wordt gedoopt in de Grote of Sint-Jacobskerk, dezelfde kerk als vandaag. De straten krijgen een extra beurt. Afzettingen worden aangebracht. Deze keer staan er wel camera's in de kerk en er is geluid. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Met het jonge prinsje op de arm en begeleid door haar echtgenoot vertrekt de prinses per auto naar de Grote of Sint-Jacobskerk. Prins Willem-Alexander wordt gedoopt in 1967 en dominee Kater leidt de dienst. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.